Dit is mijn zelfgemaakte 3D-printer met een enorm bouwvolume. En dankzij deze camera kan ik zelfs het geprinte filament van dichtbij bewonderen. Ik begon met het ontwerpen van het frame en een wagentje dat soepel over de aluminium profielen kan bewegen, wat de X, Y en Z bewegingen mogelijk zou maken. Nadat het prototype was getest en de afmetingen correct waren, bestelde ik de op maat gemaakte aluminium profielen en ging ik verder met het verfijnen van de geprinte onderdelen. Alle 192 onderdelen werden gesliced met behulp van Cura. En ik gebruikte deze instellingen om ze te printen. Ik maakte gebruik van een conventionele freesmachine om de gaten in de aluminiumprofielen te kotteren en te tappen voor M6 inbusbouten. Om de schroefdraad te creëren in geprinte onderdelen gebruikte ik threaded inserts, die ik eenvoudig in de prints smolt met een soldeerbout. Dit zijn alle materialen die ik ga gebruiken om de 3D-printer te maken. Ik start met het bevestigen van het scherm in de draaibare houder en ga verder met de Z-steppermotor bevestigingen. Nu monteer ik het linkse Z-wagentje met daarin de X-steppermotor en X-limit switch. Vervolgens maak ik het rechtse Z-wagentje met daarin de belt tensioner voor de X-as. Het Y-wagentje is voorzien van kogelagers en wieltjes voor soepele beweging langs de aluminiumprofielen. Het heated bed wordt vastgezet met M4 bouten en later komen er ook nog spacers op. De aluminiumplaat heeft M4 gaten en verzonken gaten voor het monteren van de power supply. Het frame wordt gemonteerd met M6 inbusbouten. Ik maak de houder voor de Y-steppermotor en monteer deze met M4 T-slotmoeren op het frame. Hier kun je één mogelijkheid zien van hoe je de limit switch kunt monteren. Ook maak ik de Y-belt tensioner en monteer ik deze aan de andere kant. Nu maak ik het wagentje voor de X-as. Dit bestaat uit de extruder, de hot end en de fanduct. Ik monteer het wagentje voor de X-as op het X-aluminium profiel en span de tandriem aan. Nu monteer ik het Y-wagentje op de Y-aluminium profielen en maak de GT2-riem vast en span ik deze aan. De Z-steppermotoren worden bevestigd met M4 T-slotmoeren voor een stabiele montage. Om de extrudertogen te monteren draai ik de leadscrew voorzichtig in de leadscrewnut. Ik monteer de aluminiumplaat met 6 M4 inbusbouten, waarna het moederbord gemonteerd wordt. Vervolgens verbind ik het moederbord met de schakelaar en de power supply volgens dit schema. En ik voeg een kapje toe om de aansluitingen van de power supply te beschermen. En sluit ik de kabels van alle elektronica aan op het moederbord. Kabelbeugels worden bevestigd aan de onderkant van de plaat voor een nette afwerking. Voor ik verder ga met de printer volledig af te werken, ga ik eerst testen of die werkt. Dit doe ik met een XYZ-kubus. Dit is het resultaat van de eerste test en zoals je kunt zien klopt de zet niet. Ik fit de lead screws in zodat er niet te veel wrijving is om het X-profiel met de extruder in hoogte te laten bewegen. Nu print ik de XYZ-kubus opnieuw en zoals je kunt zien ziet de kubus er nu veel beter uit. Maar hij is nog niet perfect. Ik installeer een magnetische printplaat met een magneetsticker om deze stevig op zijn plaats te houden. Ook voeg ik rubberen voetjes toe onder de printer om trillingen te verminderen. Ik gebruik Microsoft Visual Studio Code om de Marlin software aan te passen. Ik verander de afmetingen van het bouwvolume, de printerinformatie en het opstartlogo. Ik maak een nieuwe houder met magneten om mijn printbed makkelijker te kunnen levelen. Ik installeer de kabelrups of energieketting voor bescherming van de kabels die van de extruder naar het moederbord gaan. Ik koop deze cameramodule die speciaal gemaakt is om te monteren naast de warme nozzle. Ik maakte deze houder voor de cameramodule en twee 12 volt leds, want een camera heeft veel licht nodig om mooie beelden te maken. Doordat de camera zo dicht bij de nozzle gemonteerd is, kan ik er deze coole beelden mee maken. Ook voeg ik deze platen toe aan de onderkant van de aluminiumplaat voor de veiligheid en zodat de printer er mooier uitziet.
Ik voeg dan ook nog een bakje toe waar ik de nozzelcamera en andere tools in kan doen als ik deze niet gebruik. De printer is nu klaar, maar toch waren er nog een aantal problemen. De kabelrups voegde te veel gewicht toe, waardoor de X-as niet meer omhoog kon. Daarom verhoogde ik de driver current voor de zitmotoren. De nozzel was niet verstopt, maar toch kwam er na 20 minuten printen geen filament meer uit. Ik heb de ventilator aan de hotend omgedraaid, om er koude lucht in te blazen, in plaats van warme lucht uit te blazen. Dit is efficiënter om de hotend te koelen en nu werkt de printer perfect en kan ik hem eindelijk beginnen testen. Ik startte met het printen van een traditionele testprint, de 3D Benchy, en met het bootje kon ik mijn settings fine-tunen. Hierna printte ik nog een aantal andere dingen, waaronder deze grote vaas. Ook printte ik een kleine versie van mijn pennenhouder op 3 verschillende 3D-printers om mijn zelfbouwprinter mee te vergelijken. Het maken van deze printer ging natuurlijk niet helemaal van de eerste keer en dit zijn alle prototypes of testprints die ik nodig had om deze printer te maken. Alle bestanden van deze printer kun je downloaden via Kuls 3D. Bedankt voor het kijken, like, abonneer en tot de volgende keer.